Gisela heeft een primeur vandaag. U hebt daar een grote rol in gespeeld. Kun je in het kort zeggen wat u ertoe bewogen heeft om de actie te ondernemen voor de Vondelingenkamer die vandaag in gebruik is genomen? Ja, zeker. Dat kan ik zeker. Ik werd getriggerd door een kind wat gevonden werd. Een levend kind, een jaar geleden ongeveer. En met name door de radio- en televisieuitzending daarna, een week daarna, waarbij in opsporing verzocht getracht werd deze vrouw te vinden. Waarbij ik dacht, deze vrouw die heeft in nood, in paniek, het kind te Vondeling gelegd. En die wil niet herkend worden, die wil helemaal niet herkend worden. En die wordt nu in 2 miljoen huiskamers uitgezonden en geprobeerd haar te vinden. Ik denk dat we zouden toch eigenlijk helemaal niet moeten. Stelt u zich voor wat daar gebeurt bij zo iemand thuis die niet herkend wil worden. Dus toen dacht ik, dat moesten we eigenlijk in een ziekenhuis kunnen regelen. Dat moesten we anoniem kunnen regelen, dat die anonimiteit gewaarborgd is. En dat iemand veilig kan doen wat hem goed lijkt. En het liefst zouden we zo iemand natuurlijk traceren en vinden voordat hij een kind te Vondeling legt. Dus toen ben ik in contact gekomen met de Beschermde Wieg. Dat is een stichting die dit al in meerdere plaatsen bij particuliere mensen organiseert. En toen dat ik in contact kwam en dacht ik, nou, in particuliere huizen, ja, dan moet je dus een organisatie optuigen. Je moet vriendinnen regelen, je moet eens een keer op vakantie, ik moet een keer weg. En wie gaat dan oppassen op die Vondelingenkamer? Dat lijkt me nou niet echt het meest handige. En in een ziekenhuis hebben we alle professionele hulp hebben we gewoon voorhanden, 24 uur per dag. Dus ik dacht, we moeten eigenlijk een kamertje kunnen regelen in het ziekenhuis, een klein kamertje, waar we een Vondelingenkamer van maken, waarbij je gewoon contact kan komen met hulpverlening. Eén druk op de knop en dan heb je verpleegkundigen, verloskundigen en maatschappelijk werk. Iedereen heb je achter de hand. Ja, zo zouden we dat gewoon moeten kunnen regelen. Toen heb ik gepraat met de kinderafdeling, met verpleegkundigen, met verloskundigen, met de raad van bestuur, met kinderartsen, met de raad van toezicht uiteindelijk. Ja, en uiteindelijk is het aan het rollen gekomen en staan we nu op het punt om de kamer te openen.